alle goede soldaten te zien. Ik heb zelf op hun tankje mogen. Ik wou dat mama en papa dat konden zien. Maar goed, Antwerpen is nu ook bevrijd en eindelijk kunnen we morgen naar huis. Hopelijk komen mama en papa ook naar daar. Nu ga ik snel slapen, dan is de trapper morgen. Slaap wel! Hey, waar zijn we? In Antwerpen, kijk! Geen Duitsers meer op straat, geen lelijke nazi-vlaggen. Hoe was de Joden er niet meer op? Hoe nice is dit? Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij! Ben jij dat? Louise? Nee! Oh my god, Fee. Ik dacht dat je opgepakt was. Je was plots verdwenen. Nee, Clem, je was. Kijk hoe blij Fee is. Na 3 jaar op de vlucht is ze eindelijk terug. Hier in Antwerpen, in haar eigen huis. Dicht bij haar bestie Louise. Maar heel lang kon Fee niet vieren, want de oorlog was nog niet helemaal voorbij. Ze moest nog 6 maanden schuilen voor de bombardementen van de nazi's hier in Antwerpen. Maar uitstel was geen afstel. In maart 1945 kon Fee opgelucht ademhalen, want de oorlog was voorbij. Geen bommen meer, niet meer onderduiken, niet meer bang zijn. Antwerpen werd bevrijd. En na Antwerpen volgde Europa. Op 8 mei 1945 was ook heel Europa vrij van oorlog. En in september 1945 kon Fee eindelijk terug naar school. Wat had ze dat gemist? Zelfs het rekenen. Maar wat ze ook lang had moeten missen, waren haar ouders. En die zou ze ook niet meer terugzien. Want jaren later vernam Fee dat haar ouders naar een kamp werden gebracht. En daar, net als vele andere Joden, ook werden gedood. Door de oorlog was Fee bijna heel haar familie kwijtgeraakt. Maar ze was een hele straffe madame. Ze moest en zou haar ouders trots maken en ze vocht voor haar geluk. Ze trouwde. Ze kreeg 4 kinderen en werd daarna nog eens oma van 7 kleinkinderen. In 2018 stierf Fee dan op 86-jarige leeftijd, omringd door haar lieve, warme familie. En ze stierf met 1 grote wens. Dat haar kinderen en kleinkinderen nooit zouden moeten meemaken wat zij had meegemaakt. Alsjeblieft, geen oorlog. Want een oorlog maakt de mensen ongelukkig. Oorlog is vreselijk. Gelukkig is ze haar grootste hoop nooit verloren. Vrede op aarde voor alle mensen.